Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De gemeente Drimmelen heeft in de eerste zes maanden van het jaar 80 bouwvergunningen afgegeven. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verhoudingsgewijs zijn het er ook meer dan gemiddeld in heel Nederland. En ook is het meer dan gemiddeld vergeleken met de bouwcijfers in onze provincie Noord-Brabant. Op het terrein van een leegstaande boerderij aan de Zuid-Eindse Straat in Maden mogen nu 43 seniorenappartementen gebouwd gaan worden. De bouw van het woonzorgcomplex in de Zuid-Eindse Straat in Made kan dus snel beginnen. Met het plaatsen van een extra geluidwerende muur voldoet de ontwikkelaar aan de laatste eisen die de Raad van State stelde. Het is de bedoeling dat seniorenpartner De Wijngaard, die zorg en diensten aan ouderen levert in Drummelen, het beheer en de zorgverlening gaat doen in het complex. Het nieuwe complex gaat De Stuyve heten. Er komen 23 appartementen voor zware zorg en 20 voor lichte zorg. En voor alle woningen is een zorgindicatie nodig. Het gaat om huurappartementen. Op 13, 14 en 15 september vindt dit jaar weer het Zwaluws Zomerfestijn plaats op het terrein van Sporthal Rietgors in Lage Zwaluwen. Het weekend staat in het teken van sport, spel, muziek en biedt gegarandeerd een hele hoop gezelligheid. Het evenement gaat op vrijdagavond van start met de Zwaluwse Beach Quiz, waarbij alle hersenen gekraakt zullen worden. Meer informatie is te vinden op de website van het Zwaluw Zomervestijn en via hun Facebookpagina. Op zondag 29 september wordt in Terheide een sportief spektakel voor jong en oud georganiseerd. Het is een ouder-kind dubbeltoernooi Dit gezellige evenement dat start om 10 uur biedt een unieke kans voor kinderen en ouders om samen te sporten. Dat kan ongeacht leeftijd, ervaring of lidmaatschap. Deelname is gratis. Of je nu 12 of 35 jaar bent, je kunt samen de uitdaging aangaan. Schrijf je snel in en vermeld jullie leeftijden en speelsterkte zodat er een passend speelschema gemaakt kan worden. Mis deze kans niet om samen een actieve en vooral gezellige dag te beleven. De locatie is TTV Ruitersvaart in Terde. Van 11 tot en met 17 november wordt voor de vierde keer de nationale Klimaatweek georganiseerd. Op allerlei manieren laten Nederlanders zien wat je kan doen. Om duurzamer te leven tijdens de Nationale Klimaatweek. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. En daarom zoekt het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en Klimaatstichting Nieuwe Klimaatburgemeesters in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland een nieuwe burgemeester. Zo ook in Gemeente Drimmelen. Het Klimaatburgemeesterschap is voor alle Nederlanders. Word jij de klimaatburgemeester van gemeente Drimmelen? Kijk voor de spelregels en hoe je je kunt aanmelden op de hieronder vermelde site. En dat was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen kort nieuws uit van lopende activiteiten. Van en voor Drimmelen en omgeving. En daarbij worden actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet. Deze week kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van onze maandelijkse rubriek Over Smaak Valt. Het muziekprogramma waarin inwoners van onze gemeente vertellen over hun favoriete muziek. De presentatie wordt gedaan door Johan Rijnsen. In deze uitzending zijn we te gast bij Erik van Oosterhout. In de rubriek Muziek in de regio kunt u dit keer kijken en luisteren naar Piazzolla, uitgevoerd door het Armen Ensemble. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!